De moeilijkste en een emotionele beslissing in mijn politieke leven. Ik moet nu een abrupt en geforceerde keuze maken. En er is niet eens een keuze. Met die twee ontboezemingen kondigde het Leeuwarden raadslid Wiep Feddema woensdag zijn vertrek aan uit de VVD-fractie. Het Leeuwarden VVD-bestuur stuurt al langer aan op een maximum raadslidmaatschap van 12 jaren. Er is veel over vergaderd. Het voorstel werd meerdere keren verworpen en onlangs toch aangenomen. Wiep kreeg de keus: feestelijk vertrek of gedwongen vertrek uit de fractie. De flamboyante Feddema houdt de eer aan zichzelf en vertrekt met opgeheven hoofd. Hij wil zich met zijn eigen zetel in de gemeenteraad blijven inzetten voor Leeuwarden. Wiep heeft inmiddels een eigen steunfractie geformeerd om het raadswerk te kunnen uitvoeren. Natuurlijk spraken wij met de voorzitter van de nieuwe eenmansfractie in de Leeuwarden gemeenteraad. Ja, het is net alsof ik een hand voor mijn neus en voor mijn mond had. Dat ik geen adem kon halen en na de kogel door de kerk gisteren en de warme berichten die erop volgden, is het dat ik weer kan ademhalen. Maar ik voelde me de afgelopen week, om maar eventjes heel grof te zeggen, kloterig. Waarom deze rare toestanden ineens? Tja, het is iets wat al lang speelt. 3 vergaderingen lang is geprobeerd om een regel te maken om maximum periodes voor raadsleden in te brengen. Dat is 3 keer toe. Ja, eigenlijk bijna unaniem een hele grote groep tegen dat voorstel gestemd. En de 4e keer toen werd het nog een keer geprobeerd. En toen eigenlijk een beetje zo uit de luwte kwam het naar boven, zonder dat er stukken onder lagen, zonder dat de leden ervan wisten. Ja, en toen was het met een groep van 16 mensen dat het oordeel werd geveld. 9 waren voor en 7 waren tegen. Maar de echte grote ledengroep wist van niks, want ze hadden geen stukken gekregen, wisten niet dat er zo'n belangrijk punt op agenda stond. Ja, ik had eigenlijk een keuze uit 2 keuzes waarvan ik zei dat is geen keuze. Of met heel veel bloemetjes en een lintje en een strikje en een cadeautje weggaan. Of ja, min of meer gedwongen weggestuurd worden. Nou, dat laatste, dat wou ik niet. En ik wilde zo graag die ledenraad nog horen in november. Nou, die tijd is me niet gegund. En ik moest gewoon binnen een week beslissen. Dat was een ultimatum. En ik heb heel veel mensen om me heen die hebben me geholpen afgelopen zondag met name aan boord. Ik had een geweldig stel mensen die me hebben geadviseerd. En ik heb deze beslissing genomen met heel veel spanning en met heel veel emotie. En het was de moeilijkste beslissing uit mijn politieke bestaan. Maar die beslissing genomen is, kijk ik vooruit. Want ik wil gewoon met passie weer met Leeuwarden bezig. Ik wil me niet met die toestanden bemoeien van dat ik me druk moet maken omdat mensen, kleine groep, me dan misschien niet meer zouden willen om slecht verleende tijd. Het gaat om wat je doet. Het gaat om dat je wat kunt bereiken. Het gaat erom dat je de mensen aanspreekt. En ik ben het volkse type van de VVD altijd geweest. En ik blijf de jongen van de straat. Ik ga voor de mensen van Leeuwarden. Ik ga voor de wijken in Leeuwarden. Waar nog heel veel. Hoe reageren de mensen? Want het is gisteren bekend geworden. Je zal wel reacties gehad hebben. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat deed me heel goed. Eigenlijk gisteravond druppelde het binnen, vanmorgen stroomde het binnen. Ik heb ver over de 300 mailtjes, maar ook heel veel telefoontjes en andere vormen van ondersteuning. En van hoe is dit nou mogelijk, hoe kan dit nou? Maar ook zulke lieve, ja, hartversterkende mailtjes waarvan je eigenlijk het bijna niet kunt lezen, omdat je de tranen in de ogen hebt en dat je dus door het vocht in je ogen de zinnen die niet kunt regelen. Je liet mij net op je iPad iets zien toen ik binnenkwam. Een van die mailtjes dat ik zeg van, goh. Ja. Zo gek vinden ze je nog niet. Nee. Lees eens voor. Lieve Wiep, wat een schrik te lezen dat je zo naar een manier de partij waar je zo lang voor hebt gewerkt en die goed bij je past, weg moet gaan. Je bent het gezicht van de VVD naar de burgers toe. Jij bent een mens van een menselijke maat. Iemand die respect heeft voor andere mensen en meningen. Je sprong er altijd in als je dacht dat het nodig was. Je volgde je hart. Een man met een eigen mening. Met hart voor ondernemers. Met hart voor de stad. En die niet zonder meer voor het Zeilandplan was, maar oog had voor de gevolgen van de bestaande ondernemers in Leeuwarden. Voorstreek en zo. Kritisch, positief. Sterkte met deze moeilijke periode. Weggaan is een beetje doodgaan. Maar je maakt een frisse start. Ik hoop dat je daarbij goed mag gaan. Ik kom je vast weer tegen in de raadzaal. En daarbuiten heel veel succes en sterkte met alles. En als je dat dan leest, ja, ik durf nou niet omhoog te kijken, want ik heb weer de tranen in de ogen. Maar zo zijn de meeste mailtjes. Het is gewoon hartverwarmend. Ja, als weggaan doodgaan is, dan zie je er voor een dode nog knap uit. Ja,
maar ik ben niet dood en ik ben springlevend. En ik zou je vertellen, de energie die dus dit soort dingen opleveren. En ik heb zoveel nog te doen in Leeuwarden. Er moet wat gebeuren met de wijken. De participatie moet aangepakt worden. Ik wil die binnenstad op een goede manier nog vormgeven. We moeten zorgen dat we overbewinkeling tegengaan in de periferie. We moeten zorgen dat we een veilige stad hebben, een schone stad. En als je weet dat je in wijken komt, dat je soms moet schamen dat er anno 2012 voor elke deur 4 containers staan. Dan moeten ondergrondse containers komen. Nou, ik heb een wijkenprogramma, dat weet je, en ja, daar komen heel veel leuke reacties op. En ik hoop zo dat daar de dingen die we daar naar boven hebben gehaald, en daar heb ik een soort verslagje van gemaakt met allemaal aanbevelingen, dat dat gaat gebeuren. Maar kon dat onvoldoende binnen je voormalige partij, binnen de VVD? Want ik heb het gevoel dat daar stromingen in zitten. Nou ja, het kon allemaal wel, want het werd allemaal heel erg ook in dank afgenomen. Alleen, ja, hoe moet ik het zeggen, ik denk weer eerder dat dit een punt is waarbij men zegt van we willen het afronden en een punt achter zetten en dan royale tijd tussen de verkiezingen houden, zodat de mensen het weer vergeten. Maar ik ben niet iemand die gewoon een handdoek in de ring gooit. Ik ben er niet voor. Ja, het klinkt nou stom, hè? Daar ben ik ook een beetje op afgerekend wat me voor de voeten werd gegooid. Ik zei in een commentaar, ook toen het over deze kwestie ging, van ik doe het voor Leeuwarden en voor Leeuwarden, want dat is eigenlijk mijn passie, Leeuwarden. En dan natuurlijk ook voor de VVD. En daar werd ik eigenlijk ook op aangesproken van ja, maar je moet het voor de VVD doen en dan eens een keer voor Leeuwarden. Ja, en ik dacht bij mezelf, heb ik het nou fout gezegd? Nee, ik meen het. Ik doe het voor Leeuwarden. Ik ben niet het type om in provinciale staten iets te doen. Dat is veel te ver van mijn bedshow. Ik ruik de stad. Ik weet elk gat. Ik weet, nou, ik zou bijvoorbeeld echt niet in Harlingen raadslid kunnen zijn. Misschien moeten we in Harlingen ook niet aan denken, hoor, Wim. Nee, maar we hebben hele goede VVD'ers daar. Ja, nee, maar dat weet ik. En nee, maar ik wou er maar mee zeggen dat het is zo belangrijk dat je je gevoel bij de stad hebt. En ik ken heel veel mensen. En als ik op straat loop, nou ja, laten we zeggen, ik moet van de zaak naar het stadhuis. Dat is een kwartiertje, maar ik doe er 2 uren over. Die houdt je aan, die heeft een boodschap, die wil wat weten. En daar geniet ik van. Want iedereen. Je bent echt volksvertegenwoordiger. Ik voel me volksvertegenwoordiger en ik voel me ook een beetje ombudsman. Ik wil ook problemen oplossen. Ik wil de mensen verder helpen. En niet alleen maar zeggen, maar ook doen.